Dat heb ik met de heren overlegd, dat weet je niet. Maar wat vond je nou van deze twee dappere dames? Leuk, hè? Heel erg leuk. Ja. En het is ook, ook heel moeilijk om als eerste te beginnen. Ja, precies. Want jij zegt zelf, ja, iedereen zit allemaal mee. Komt op te kijken en te praten. Dus het is heel moeilijk. Het is heel erg leuk. Ja. En Leslie deed heel goed playback mee. Ja. En Sylvana was een leuk konijntje. Op een vliegje op de neus. Een lief klein konijntje. Goed gedaan dus. Oké, wij gaan jullie ook een heel groot applaus geven. Maar een klap even mee. Ja. Leslie en Sylvana, en jullie mogen die kant weer af. Ja, ja. Nou, de kop is eraf, jongens, nog 60 gaan blijven zitten, lekker meedoen, beetje brullen, beetje applaudisseren, een beetje klappen, gaat allemaal goed komen hier in Maren. Ze staan er al, ze staan er al. Ze zijn vanmiddag vroeg vertrokken uit Volendam en ze hebben Rosanne meegenomen. Kom eens, kom. Jullie moeten hier gaan staan voor op het podium, hè. Want dat doen de echte doen dan ook altijd. Geef ze daar een applaus, je hebt het natuurlijk al gezien. Hier zijn Tobias, Harold en Ilse. En die zijn vanavond Nick, Simon en Rosanne. Komt u! Nou ja, en Rosanna erbij. Het ziet er allemaal weer fantastisch uit, hè?
niet zenuwachtig het staat gewoon. Hè? Ze staan er gewoon net als de echte Nick en Simon. Ja. Nou, heel goed gedaan. Volgens mij kunnen jullie geen mooie compliment krijgen. We gaan natuurlijk nog even applaudisseren voor Tobias, Harold en voor Ilse. Nick en Simon. En jullie mogen daar langs de rug. En dan gaan we, als jullie daar langs de rug, dan gaan wij een gordijn dicht doen. Ja. Zo klein beetje dicht, hè. Gewoon een klein beetje beeld hebben. Even uitkijken dat ik die niet vooraf valt.